Vader is hier begonnen met als dorpssmid in 1954. In die jaren maakte hij giertanks voor de boeren achter de trekkers, zeg maar. En in die jaren daarna, toen er aardgas in Nederland kwam, toen kwam er vanzelf de vraag voor het aanleggen van gas en kachels in de woningen. En dat heeft zich verder ontwikkeld eigenlijk als totaal installatiebedrijf, wat we nu zijn. Het werk wat wij doen, dat is ja, toch eigenlijk best wel heel breed natuurlijk, maar voornamelijk onderhoudscentrale verwarmingsketels, reparatie van centrale verwarmingsketels en dakwerk, lekkages, verstoppingen, riolering. Dat soort klantenwerk eigenlijk. We hebben altijd op deze locatie gezeten. Vroeger stond hier een klein werkplaatsje en een heel oud klein huisje wat op de plaats stond waar nu het huidige woonhuis en winkel staat. Dat huisje dat was heel vroeger was dat het tolhuis voor de Stoutenburgerlaan. Toen moesten we tol betalen om hier de Stoutenburgerlaan op te gaan. Later toen is dat afgebroken en is het huidige pand gebouwd, zeg maar. Onze klanten zijn veelal particuliere klanten. En we werken ook al voor bedrijven, maar het gros van onze klanten zijn toch de particulieren die hier binnenkomen voor een kleinigheidje voor de centrale verwarming of installatiewerk wat ze zelf willen doen. En ook klanten die hier binnenkomen, zeg maar, om hier af te spreken voor een onderhoudsbeurt voor de verwarmingsketel of reparaties van kranen of sanitaire in de woning. Ja, ik denk dat het grote verschil met de grote stad is natuurlijk in Hoevelaken dat je heel veel klanten persoonlijk kent. En mensen kennen jou en ja, daarom gebeurt het ook best wel vaak natuurlijk dat mensen waar je overdag een reparatie moet gaan doen, dat ze niet thuis zijn en dat ze ook gewoon de werk hebben, dat ze hier gewoon de sleutel op mijn bureau neergooien. En Ferdinand, je ziet het wel, hè? Zorg dat het voor elkaar komt en we komen vanavond de sleutel wel weer ophalen. Kijk, en dat zul je natuurlijk in een stad waar de mensen elkaar niet kennen, niet zo gauw mee maken. Wat de winkel betreft heb ik natuurlijk best wel wat last van bouwmarkten en dingen die altijd met ja, puur op prijs lopen te stunten. Maar over het algemeen, de klanten die hier binnenkomen, kijk, je kunt bij ons nog een spijker en een schroef en een paar plugjes die kun je loskopen. En je hoeft er niet meteen 100 mee te nemen. En wat onze winkel ook toch wel heel sterk heeft, is dat je wordt nog een beetje geadviseerd. Als je bij ons een kraan koopt, dan krijg je ook de fittingjes erbij. Die wordt je verteld wat je nodig hebt. Daar zit wat advies bij. En dat zul je in een bouwmarkt niet zo heel gauw aantreffen natuurlijk. Het mooie in ons vak is natuurlijk dat het ontzettend divers is. Wij komen bij de mensen thuis en de mensen die komen hier. En wij komen bij de mensen thuis voor een reparatie van een toiletje tot het onderhoud van de verwarmingsketel of het vernieuwen van de dakbedekking op een plat dak of het schoonmaken van de dakgoten of het vernieuwen van de dakgoten of loodgieterswerk in de ruimste zin van het woord, zeg maar. Ik ben Ferdinand Timmer, ik ben mede-eigenaar van firma Timmer installatie- en constructiebedrijf in Hoevelaken. En we zijn gevestigd aan de Westerdorpstraat nummer 1. Vlak bij het oude gemeentehuis in het centrum van Hoevelaken.